In het begin van de vorige eeuw groeit de belangstelling voor de strandrecreatie in Hoek van Holland. Op zomerse dagen nemen vele zonaanbidders vanuit Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen de trein naar het dorp aan de kust. Heren en dames, jonge dames en jonge heren, voor het uitje gekleed in het zondagse pak, de heren met stropdas of strikje, dames in de mooiste jurk en, omdat het zomer is, met een mooie zomerhoed. Gewoonlijk is één perronchef voldoende om de controle op de kaartjes te verrichten. Maar tijdens zomerse dagen krijgt hij versterking. De honderden passagiers laten zich het wachten geduldig welgevallen. Het hoort er nu eenmaal bij. En ze hebben een zonnig vooruitzicht op een fijne dag aan zee. En dan is er eindelijk de eerste blik op de Noordzee. Men heeft nauwelijks oog voor de houten optrekjes van de ijskomman en de limonadeverkoper. Daarvoor is er straks nog tijd genoeg. Aan de kade van de Nieuwe Waterweg meren stoomboten af met strandgasten die zich dit luxe vervoer kunnen permitteren. Maar op het strand is iedereen gelijk, of toch niet? De plankieren op het zand zorgen ervoor dat zowel rijk en arm comfortabel op het strand arriveren. Het rijden op een ezeltje is een vaste attractie in het Hoekse strandvertier, voor jong en oud. Overmoedig wagen ook dames zich op de ezeltjes, hun rokken opgetrokken tot boven de kousenband. De aandacht van mannen is hiermee gegarandeerd. Oma waakt over de kleding. Een paraplu biedt bescherming, tegen de zon en tegen nieuwsgierige blikken. De meegebrachte consumpties smaken hier waarschijnlijk lekkerder dan thuis. De hele familie werkt mee aan het opzetten van de meegebrachte tenten. En ach, het bevestigen van nat badgoed aan de scheerlijn is eigenlijk hetzelfde als wasgoed ophangen. Gewoon met knijpers, net als thuis. Omkleden kan uiteraard niet in het openbaar, maar liggend, hangend of wurgend onder een wakend oog kan dat prima zonder een dure badwagen. Zedenverwildering. Een onderjurk is toch geen badkleding? Maar blijkbaar heeft niet iedereen een badpak. Kijk, deze mensen weten hoe het hoort. Baden in zee doe je met een badpak aan. En de eerste zwemles van een kleuter. Van watervrees is duidelijk geen sprake. Hij laat zijn handdoek niet op het strand liggen. Stel je voor dat hij gepikt wordt. Spetteren en spatten. In het zeewater is het genoeglijk toeven. En wie het zich kan permitteren, heeft een verkleedhuisje op wielen gehuurd. Na het vrolijk waterballet wordt het weer tijd om zich aan te kleden. De service van de badman gaat verder. Of wil hij zelf geen zand in zijn verkleedwagen? Niet naar binnen kijken, hè? Maar aan alle reuze leuke dingen komt een eind. De stoomboot wacht om de badgasten terug te brengen. Onder het toeziend oog van de semafoor, de optische seininstallatie voor de communicatie met schepen. En natuurlijk kijkt hij alleen maar naar schepen.